Messi maakte de meeste van zijn 412 doelpunten voor Barcelona op een zaterdag. Messi scoorde dit seizoen 17 keer met zijn zogenaamd zwakke rechterbeen. Messi maakte in zijn laatste 370... Ramon Min weet meer over Messi dan Messi over zichzelf weet. Sinds 2010 runt hij het Twitter-account Messi Stats met statistische informatie over de Argentijn. Inmiddels zijn er 450.000 volgers, mensen van over de hele wereld. Het motiveert Ramon Min tot het verschaffen van nog meer Messi-feitjes. Een wedstrijd met twee doelpunten van Messi, dan gaan alle radartjes lopen. Dan worden alle totalen weer aangescherpt, bijgeteld en dan... Ja, dan kan ik talloze ranglijstjes weer opnieuw brengen. Hoe zit jij dan achter die laptop? Als een bezetene. Ramon Min heeft inmiddels zoveel data verzameld over Messi, dat zijn account best wel eens geld zou kunnen opleveren. Nou, ik denk dat er best wel mensen zijn die daar een paar honderdduizend euro zo voor zouden willen neertellen. Kijk, het account heeft natuurlijk een enorm bereik. Dat is voor adverteerders, die beginnen al meteen in hun handen te wrijven als ze merken dat daar 500.000 mensen in geïnteresseerd zijn. Maar voorlopig is van verkopen geen sprake, dus zit de trotse eigenaar van Messi Stats zaterdag tijdens de finale van de Champions League alles behalve ontspannen te kijken. Een biertje misschien wel, maar dan denk ik toch dat ik hem achteraf opnieuw uit de ijskast moet pakken, omdat hij helemaal lauw geslagen is. Dus gaat hem niet worden, nee.